Ja, Den Uyl. Dat was 1974. De openheid rondom kanker kwam in een stroomversnelling. En in de jaren daarna kwamen er patiëntenorganisaties. Informatiefolders die niet meer om de hete brei heen draaiden. En patiënten en familieleden konden hun vragen kwijt bij de telefoonlijn van KWF Kankerbestrijding. In diezelfde periode werd ook meer bekend over de oorzaken van kanker. Onderzoekers kwamen erachter dat deze ziekte ontstaat door beschadiging van genen in onze cellen. En dat die beschadiging onder meer door factoren van buitenaf wordt veroorzaakt. Eén factor steekt hier met kop en schouders bovenuit. Roken. Al sinds de jaren 60 wijst KVF Kankerbestrijding ons daarom op de gevaren van het roken. Vooral de waarschuwende woorden van de oud-directeur Mijnsma deden heel wat stof opwaaien. En veel mensen lachten hem zelfs uit. Ik dacht dat we rekening mee moeten houden, althans volgens een berekening van een longarts uit Eindhoven, dat er ieder jaar meer dan 10.000 mensen, mannen, in Nederland aan de gevolgen van het roken doodgaan. Hier ziet u de rook nog uitkomen. Dit is dus van deze twee sigaretten. Mensen, oudejaarsavond, goede voornemens, vanaf weg. Vanavond niet meer. Pak je sigaretten, weg ermee. Ja, over de linkerschouder. Ja. Mijn laatste peuk.